Maar nu eerst Werk aan de winkel. Een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte speelfilm. Het verhaal speelt zich af in een van de winkels van Vroom en Dreesman eind 20er jaren. In de hoofdrollen ziet u onder andere Kees Brussen, Pleunie Touw en Koen Flink. Werk aan de winkel werd geregisseerd door Berend Boudewijn. Ik kan geen nee zeggen. Dat is het. Is dat een zonde, eerwaarde vader, als je geen nee kunt zeggen? Dat hangt er vanaf. Tegen wie? De meisjes. De meisjes van de winkel. Wat is er met de meisjes van de winkel? Het zijn er te veel. Spreek vrij uit, mijn zoon. Ja, nou, een vrijdag was het. Dat is de drukste dag van de week. En ja, het zal u prachtig staan, wordt die, maar gelooft u me? Ja, maar 14 cent en el. Nou, u zult eruit zien als een vorstin. U bent een charmeur, meneer Donselaar. Maar het is toch echt wat te prijzen. Deze stof is het nou waard om door iemand als u gedragen te worden, ja. Oh, neemt u me even niet kwalijk, mevrouw. Het spijt me erg. Juffrouw Wansing. Dit meisje vroeg of ze hier als verkoopster kon komen werken. Maar ik heb al gezegd dat we voorzien zijn en dat u het te druk hebt om... Zeg, hoe heet jij? Jenny, meneer. Juffrouw Wansing, dat is even een beker warme melk voor Jenny. Je kind is helemaal verkleumd. Heb je het zo koud? Oh. Nou, ja, zo kan ik je niet de straat opsturen, toch? Ga je eerst even warmen bij de kachel, hè? En dan spreken we straks wel even op mijn kantoortje. Wat is er, Ellen? Meneer. Ja, een beker warme melk, dat is toch niet te veel? Meneer, u weet toch wel wat meneer Van Bast u op het hart heeft gedrukt? Ellen, het is goed. Zo, zijn jouw ouders goed katholiek? Ja, meneer. Ja, we zullen even kijken wat we voor je kunnen doen, hè? Kom maar. Ik heb iemand iets heel ergs toegewenst. Wie, mijn kind? Meneer Donselaar. Een hele erge ziekte. Maar ik had er gelijk spijt van. Weet u, hij is heel aardig, maar... Hij kan geen nee zeggen. Dat is het. Hij ziet niks. De dingen om hem heen ziet hij niet. Mij bijvoorbeeld. Mij ziet hij niet. Oh, een auto. Ik ga gewoon staan op het gaspedaal. Dan hou ik me vast aan het stuur. En ik kan hier wel 60 km per uur op een rechte weg. 60 km per uur? Leuk. Rustig. Heb jij les gehad in auto? Hey, natuurlijk. Gisteren, maar dat maar was uitgelegd. Een uur duurde het wel. Echt? Als je in een hoek omgaat, moet je richting aangeven, dat soort dingen. Maar hoe dan? Gewoon, als je naar links gaat, met de linkerkant. En naar rechts. Rechts? Dat onthoud je zo. Koop. Ja. Wat is dat nou? Vooruit jullie. De band te wachten. Hup, aan het werk. En jij ook, opschepper. Zo, ja, je vader is overleden. Moeder en nette weduwvrouw. Ja, meneer. Mm-hmm. Ze heeft het niet breed, meneer. Nee, dat begrijp ik. Zeg, ik begreep dat jij eigenlijk al wat ervaring hebt in de winkel. Ja, meneer. Thuis, permanent. Mm-hmm. Loffelijk ontslag? Ja, meneer. We zijn hier intern, dat weet je. Alle jongens, alle meisjes. Gescheiden natuurlijk, hè? Streng gescheiden. We hebben hier strenge regels. Ja, meneer. Ja. Nou, we moesten het maar eens proberen met je. Ja, het lijkt mij het beste dat jij maar begint bij het witgoed. Ja, eigenlijk heb ik al te veel meisjes, maar goed. En de
Oh, je mag geen maaltijden overslaan, maar dat is niet zo erg, want onze Ella, juffrouw Van Sint, die kookt voortreffelijk. De jongensslaapkamer is hierboven. De meisjesslaapkamer is aan de andere kant van de gang. Ja. De jullie slapen met z'n vijven. Oh, fijn. Oh. Ja, thuis slapen we met z'n elfen bij elkaar, meneer. Oh, nou oké, okay, dan. Wat? Meneer Van Basten, meneer. Wat? Nu wel? Oh, zeg, mag jij het nieuwe meisje even wegwijzen? Hè? Ze heet... Jenny, meneer. Jenny. Ja, dank je, Bergje. Zo. Oh, zeg, dood. Meneer Van Basten, Donselaar. Beste kerel. Wat een drukte, hè? Ja. Het lijkt wel een bijenkorf. We mogen niet klagen, meneer. Dat doet mij deugd. Drukte is de beste reclame. Mijn devies, zo is dat. Alleraardigst. Ja. Dat is nou vast een voorproefje van de Witte Week. Aha, mijn complimenten. Trouwens, ik heb erover gesproken, over dat idee van jou, Witte Week. Met de heren zelf. Ja, ze waren meteen zeer enthousiast. U meent het. Ja, ja, ja. Wij gaan dat landelijk aanpakken. En doe niet zo bescheiden, beste kerel. Denk je in 16 filialen, allemaal Witte Week. Zaterdagochtend begin je een half uur later vanwege de biecht. De pastoor is wel aardig, maar wil altijd alles weten. En je krijgt juist de kans niet om zonde te doen. Dus je moet maar wat verzinnen. Hoe ben je eigenlijk aangenomen? Nou, meneer Donselaar, nee, zei dat de kinderen. Wie? Heb je moeten huilen? Huilen? Tranen. Daar kan ons niet tegen. Als je huilt, ben je aangenomen. Wat verder? Oh ja, Ella is streng, maar heel aardig. En iedereen weet dat ze verliefd is op meneer Donselaar. Behalve Dons zelf. Daar kan er een bed bij. Je hebt recht op 2 schorten. En een zondagse, witte schorten. Ik help je wel. Denk erom. Niks met jongens. Geen geflikvlooi, want je ligt eruit. Maar je mag toch wel met ze praten? Beter van niet. Maar we hebben natuurlijk zo onze methodes. Wat is dat? Eén. Eentje erbij. Nee, het spijt me. Maar 1 extra kracht vanwege de drukte. Donselaar, ik begrijp jou niet. Je hebt al te veel personeel. Vorig jaar heb je 2 nieuwe meisjes aangenomen. 1 te veel. Goed, ik zie dat door de vingers. Zaken gaan goed, we hebben nooit moeilijkheden. Maar soms denk ik wel eens... Wat is dat? Niks. Ik ben klaar, meneer. Zegt u maar wat ik moet doen. Donselaar? Meneer. Wie is dit? Dit... Jenny, meneer. Hoe je het doet, doe je het. Maar als ik volgende week vrijdag terugkom, heb jij 8 man personeel. Heb je dat goed begrepen? 8 man en niet 1 meer. Hoor je? Ik wil weg. Ik wil naar huis, want ik ben hier te veel. En ik heb wel gehoord dat die meneer zei. En ik doe alles fout. Ik kan nog niet eens recht knippen. En ik heb gelogen. Ik heb nog nooit in een winkel gewerkt. Ik kan het niet. En ik wil het ook helemaal niet meer. Maar er is geen sprake van. Laat me eruit. Er komt niks van in, Jenny. Ga zitten. Zeg, het is 11:15. Waar wil je naartoe op dit uur? Naar Purmerend? Lopend? Ik weet niet. Nou dan. Ja... Heb je geen zakdoek? Oh. Ah. Wat kan ons de Witte Week schelen? Hè? Zo. Lucht het op. Zeg, dus jij hebt gejokt. Ja, ik dacht het al. Want toen ik je die grote schaar zag vasthouden, toen wist ik het eigenlijk zeker. Ik wil weg. Ik breng mij moeilijkheden. Dan moet je eens goed naar mij luisteren, Jenny uit Purmerend. Er wordt hier niemand weggestuurd die door mij is aangenomen. Niet zolang ik hier filiaalchef ben. Is dat begrepen? Nou? Afgesproken. Mooi. En dan ga jij als de bliksem naar je nieuwe bed. Ja? Je laat de problemen aan mij over. En jij gaat lekker rustig slapen. Afgesproken. Welterusten.
rustig slapen, zei ik. Ga jij maar rustig slapen, maar zelf deed ik geen oog meer dicht. Ik moet iemand ontslaan. Maar wie? Jenny werd met de dag handiger. Berichtje wil ik niet kwijt. Geen maar zeker niet, hè, Katrien. Antje? Ach, nee. Zo heette mijn moeder. Nee. Ze zijn me allemaal even lief. Trouwens, de jongens ook. Karel. En Tommy. Wacht eens even. Hoeveel heb ik er nou? Jenny, Brechtje, Gemma, Antje, Katrien, die jongens. 8 heb ik er. Ja, wie vergeet ik nou? 8. Ja. Ella, natuurlijk. Ella, dat is 9. Nee, Ella moet natuurlijk blijven. Dat spreekt vanzelf. Zeg, wie zei dat wel? Met u, van de vrachtauto? Verbaast u dat? Nee. Ja, natuurlijk verbaast mij dat. Het is verboden. Contacten met jongens zijn ten strengste verboden. Ik zal me kunnen ontslaan. Ontslaan? U een ontslaan, dat is nieuws. Maar wacht eens. U denkt toch niet, ik moet personeel kwijt? U denkt toch niet, meneer Van Bast heeft gezegd... Als u dat maar laat. Ja... Ik zal met haar praten. Na het eten. Na het eten, ja. Dan zal ik met haar praten. Onder 4 ogen. Vanavond om 11 uur in de winkel. Het gaat over onze toekomst. Huub. Geen wonder dat ze geen hap door de keel krijgt. Onze toekomst. Ja, dat kan maar 1 ding betekenen. Meneer Van Basten, ik ben zo vrij nog even respijt te vragen. Ja, 1 van mijn meisjes is van plan om binnenkort te gaan trouwen. Ja, ik weet het. Die zal dan tot mijn grote spijt de zaak moeten verlaten. Natuurlijk, regels zijn regels. Pardon? Een 9 - 1 = 8. Ja, zo is dat. Dat komt heel goed uit. Dat is precies wat u zegt. Nee, het gaat mij om jouw geluk en om jouw toekomst. Dat staat voor mij echt voorop. En als jij daarmee dingen doet die, wat ik vermoed, niet helemaal door de beugel kunnen. Hè? Briefjes, afspraakjes. En je zult zien, ik kan best wel door de vingers zien. Nou, Brechtje, vertel me eerlijk. Heb je plannen? Trouwplannen met u? Je kijkt helemaal niet blij. Oh, wat krijgen we nou? Kind, dat is toch niet om te huilen? Heb je geen zakdoek? Oh, wacht. De Witte Week. Ik ben zo bang. Bang dat ik overblijf. Dat je overblijft? Ik ben 20. En als je ouder wordt dan 20, dan blijf je over. Oh. Zoals Ella. Ella? Die is oud. En die is over. Ella is niet oud. Maar ze is helemaal niet gelukkig. Waarom denk je dat? Dat zie je. Dat zie je toch zo? Ja, ik dacht dat je het wilde. Nee, echt waar, dat dacht ik. En dat kwam me eerlijk gezegd heel goed uit. Maar je moet het niet doen, als je het niet wilt. Het is toch jouw leven? Als jij het niet wilt, dan moet je gewoon nee zeggen. Ik durf niet. Je bedoelt... Dat je geen nee kunt zeggen. Is dat het? Ja. Ja. Ella.
met je vragen. Gaat Huubje vragen? Als je snappen, dan vlieg je eruit. Goed nadenken, zei Donselaar. Doe je het? Zeg je ja? Je zegt toch wel ja? Nou, ik zou het wel weten. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik help je. We moeten haar helpen. Ja. We verzinnen wel iets. Meneer Van Basten en zijn boze woorden interesseerden me ineens niet meer. Ik dacht, laat hij maar zich bemoeien met de cijfers, met de winst en zo. Ik ben verantwoordelijk voor de mensen. Nee, Ella. Ella liet mij niet meer los. Juffrouw Wansink. Ella? Dit meen je niet. Ik moet hier weg. Nee, jij moet hier blijven. Ik wil helemaal niet blijven. En ik wil ook niet overblijven. Ik wil helemaal niks. Ella, zo ken ik je niet. U kent me helemaal niet. Ik ga. En meneer Donselaar, ik los nu toch al uw problemen op? 9 min 1 is 8. Nee, Ella, luister nou. Je... Door de knieën zou gaan. Ze wil je niet afwijzen, maar ze wil ook niet meteen ja zeggen. Maar ik wil gewoon met haar trouwen. Ik moet met haar trouwen. Zo gauw mogelijk. Morgen nog. Ja, het spijt me. Maar als je echt van haar houdt, dan moet je haar even de tijd gunnen. Dat vonden we allemaal het beste namens het hele personeel. Ik hou van haar. Goed. Met heel mijn hart. Mooi. Zonder haar kan ik niet leven. Ik zal het doorgeven. Ben je bereid te wachten? Als zij dat wil. Moet het maar. Oh, Huub. Oh. Ja. Jongelui. Ja, ik moet misschien... Nou, dit is misschien het moment om even iets te zeggen, hè, waarom ik hier ben, en jullie en Ella. Maar het gaat me nou even om Ella, die heeft vanavond haar koffers gepakt. Die wil weg. Kijk, ik wil jullie niet kwijt. Geen van allen. Brechtje niet, Jenny niet, zeker niet na wat ze vanavond allemaal gezegd heeft. En we zijn toch één grote familie hier, samen, hè? Ja, en... Ella wil ik natuurlijk helemaal niet kwijt. Daarom, ik ben blind geweest. Jarenlang. Ja. Ik heb al die jaren niet gezien wat Ella voor ons betekende. Wat ze voor mij betekende. En daarom kan ik heel goed begrijpen dat ze weg wil. Alleen, we laten haar niet gaan. Nee. Nee, ik laat haar niet gaan. En daarom... ga ik straks die grote zware koffer van haar naar boven brengen. Want ik kan haar niet missen. En ja, nou ja, dat is het eigenlijk. Oh, Frederik. Huh? Ik dacht dat ik het nooit zou horen. Ja.
maar denken al die tijd dat u kwam om te biechten. Nee, te biechten, het was dus gisteravond. Maar er is werk aan de winkel, eerwaarde vader. Ella en ik gaan trouwen. Ik wist dat u geen nee kon zeggen. Wanneer? Zo gauw mogelijk. Morgen nog. Nee, zonder gekheid. Nog wel graag voor de Witte Week.